Goedemiddag, we zijn hier op het Egger Forest Perceel op 2 oktober. We zijn hard bezig met het voorbereiden van, zoals je onder ziet, de bedden voor de kruiden die we hier gaan zaaien met onze partner Wilderland. Het idee is dat we dus de walnoten hebben staan hier. Hier zie je bijvoorbeeld de eerste oogst van dit jaar. Die wordt meteen heel groot. Alleen die rijen onder de walnoten zijn vaak uit productie een paar jaar. En daar doen we dus kruiden voor kruidenthee. We zijn hier dus bezig met VMBO-studenten van de Eres MBO. Dit is Milan. Hij is aan het begeleiden vanuit zijn rol als medewerkend voorman en ook als stage. En dit zijn Jets en Hessel die hard aan het wieden zijn. Dus het ziet er super goed uit. Lekker bezig, jongens. En ja, het ziet er echt heel fijn uit. We hebben ook onze andere trouwe vrijwilligers die al meer dan anderhalf jaar elke week bijna komen om met ons het project aan te leggen en te beheren. En je moet je eens voorstellen dat hier zo meteen staat hier knikkend wilgenroosje. Er staat hier wegenbree. Er staat hier ook zo meteen paardenbloem voor het blad. We hebben ook klaversoorten. En karwei. Nou, en zo kun je nog vele andere soorten kruiden noemen die we zo meteen gaan oogsten. Het leuke is dat bijvoorbeeld ook de walnoot in combinatie met de knikkend wilgenroosje blijkbaar een smaak kan, bijvoorbeeld de walnotenblad kan creëren, die gelijk staat aan rooibos